Nieuws nou. Je hebt iets leuks met hem meegenomen, meneer Leon. Want je was, laten we begrijpen, je was flink te laat. Ja, ik heb van heerlijke roombroodjes, dus dat was het eigenlijk. Nee. Nee, we zijn begonnen met onze Bram de Bond, Brammetje de B. Zo is hij bekend in de papieren rat-contraien, zeg maar. Mm-hmm. Ben ik in beeld? De ratkalender, dames en heren. En ik wil hem eigenlijk eventjes vasthouden. En, de kalender ook, of? De kalender. Nee, ik heb de heb jij de leiding in handen? Deze? En, ik wil hem eigenlijk aan Bram eventjes overhandigen. Ik heb hier in mijn handen een mooie, op A4 formaat, een flink dik papier in de handen. Met een mooie kekke kraft, zeggen we dan. Mooi geel kleurtje. De Radkalender 2014 en hij is vanaf zaterdag verkrijgbaar. En ik wil Bram het eerste exemplaar overhandigen. Bram, ik geef jou een hand. Alsjeblieft. Ik ben benieuwd. Geen drukfouten. Zullen we doorbladeren, Bram? Wat is je eerste indruk van, van de kalender? Volgens mij kloppen de data wel, maar ik weet het niet zeker. Alles nee, ziet er weer goed uit. Zo mooi zijn als er een foutje is. Hij wordt altijd goed in elkaar gezet, dus dat... Ja, dat ziet er goed uit. Dus je weet allemaal hoe een kalender eruit ziet. En we hebben op elke maand hebben we een prachtige cartoon hebben we geplaatst. Getekend door Bram de Bond. En dat zijn weer lekker scherp, ludieke. We moeten even een spoiler alert geven. Want misschien moeten we even een paar tipje van de sluier oplichten. Van ik vind augustus de leukste eigenlijk, maar... Dat is de leukste. Ja, inderdaad. Ik denk dat we die uit gaan knippen en hierop gaan hangen. Ja, precies. Ja, dat is duidelijk. En februari is heel erg geschikt voor februari. Februari. Ik vind dat ook echt een februari tekst. Iets met carnaval en Rotterdammers. Dus dat, inderdaad, ja. Okay, ja. Ja, kijk, dat is Rotterdammers mogen er niet in, zie ik. Oké, leuk. De repeterende ideeën, jongen. Dat is heerlijk Donald prachtig. Donald Duck, Stipe Peritje, alles komt langs. Ja, we hebben... Wanneer kan ik hem, kopen, bestellen, online, verkrijgen, aanschaffen? Ja. Hoe kom ik aan die kalender? We hebben... Morgen op derand.nl wordt duidelijk hoe je deze online kan bestellen. Dan komen die per post sturen we deze op. We moeten rekenen op een bedrag van €8, omdat de postzegels worden duurder. Dus het is misschien aantrekkelijker om... Komt er door Willem-Alexander? Ja, die komt van de kop van hem. Ja, nee, we zijn morgen rond het stadion. Nee, laat ik het veilig zeggen. Morgen voor de wedstrijd en na de wedstrijd samen in Café Beatrix. En dan staan we bij de bekende plekken in de hoeken van de kroeg. Bij de lelijke gezichten. Daar staan wij de radkalender aan de man te brengen voor een luttel bedragje van €5. Nou, je ziet er erg goed uit, dus als je wil hebben, snel bij zijn. Nee, maar op is op, denk ik. Inderdaad. Of is op is bijdrukken. Het is net als een avondje nak deluxe, is de beperkte oplage. Maar wij waren wel op tijd klaar. Dus. Wat is de oplage? Oplage is, we hebben 300 stuks. Oké, moeten we heel snel bij zijn. Ja, inderdaad. Dus echt exclusief. Ja. We verwachten ook echt voor de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop ook echt uitverkocht te zijn. Dat is wel de ervaring. Dus, het is ten eerste handig. Geef voor op de wc, je kan alles bij. Behalve dat van prachtige tekeningen van Bram de Bond. Ja, dus, inderdaad, er staan op de kalender staan ook wat memorabele NAC-momenten. De oprichting en wanneer de rat verlegt, de geboortedatums. Wat een hele leuke reminders. En je kan er verjaardagen keurig inzetten. Kijk, het is multifunctioneel. Het is zo fantastisch. Op elk NAC-scheidhuis hoort een radkalender thuis. En we moeten helaas snel door. Het is echt bijna 9:00. En we moeten even een rondje doen. Want wanneer is het van het week? Zaterdag kwart voor acht. Dus, ik moet even nadenken. FC Groningen. NAC Groningen. Ja. NAC heeft al 4 wedstrijden op rij. NAC thuiswedstrijden. Heeft NAC al 4 keer 4 op rij niet verloren. Winst zelfs. Ja, ik zat vanavond even naar NAC TV te kijken op Breda Nu TV op Psycho 40. En ik zag Danny Verbeek. Die was echt overtuigd. Die zei, we gaan ze pakken thuis. Met de supporters erachter kunnen wij niet verliezen. Ja, dat is wel heel lekker om te horen. Dat vertrouwen dat stijgt met de wedstrijd. Zeker met name de thuiswedstrijd heeft hij inderdaad gelijk in. We zijn weer nagenoeg op volle kracht. Sepp erover is er af, want die heeft zijn teen gebroken. Die verwacht misschien net voor de winterstop weer terug te keren. Lulling is weer terug bij de selectie. Die had nog wel last van zijn lies, maar die zit er weer bij. En ik hoop dat we op een leuk middenveld hebben staan om weer lekker te kunnen gaan aanvallen. Ja, keuzes, hè? Dat wordt normaal lastig. Ja, inderdaad. Er zijn dan luxe problemen. Ja, wat wil je? Ja, dat... En wij zijn er ook bij natuurlijk. Ja. Inderdaad, wij voordat dragen ook een steentje bij. Voordat we gaan afsluiten, even een kort rondje uitslagen. David. Oei. NAC Groningen. Ik zet hem heel voorzichtig in op 2-1. Laatste minuutje de 2-1. Oh, spannende wedstrijd. Wow. Bram. Ga ik voor een gelijkspelletje.
1-1-2-2-0-0-3-3-4. Doe maar een 2-2'tje. Dat is een mooie uitslag. In ieder geval veel doelpuntjes. Ik ging eigenlijk voor de 2-1. Dat vond ik een hele mooie, ook het laatste minuutje. Dat zijn helaas, de lekkerste. Is echt gepikt. Nee, ik denk dat we dan voor het laatste minuutje 1-0 gaan. Ah, ja, jammer. Kees Kwakman. Maar wat is de tussenstand van de bierklassement eigenlijk? Ik denk dat jij minimaal 1 kratje bier hebt staan. Ik sta bovenaan, geloof ik. Ja. Ik denk inderdaad, ik denk wel dat het een prachtige wedstrijd wordt. Ik denk ook een gelijkspelletje. 1-1, denk ik. Ja. Zondag, zaterdag. Ik denk dat we dan een mooie wedstrijd hebben gezien. Dat sowieso. Want Groningen is ook een leuke ploeg. Ja. Ik denk dat het een leuk potje wordt. Heren, dankjewel. Dit was hem echt. We gaan eruit voor een reclame voor het nieuws. Dit was NAC Praat voor donderdag de 28e. Volgende week zijn we er weer. Met een hele andere bezetting, maar wel met de gezelligheid van NAC. Dus fijne wedstrijd zaterdag. Tot volgende week. Hoi. Hoi. I might be.